geen Sondheim retrospectief deze keer bij MLab. Maar MLab is vandaag hot and happening. Een interactieve voorstelling over televisietalentenjachten. Na de première. Ja. Je zei, ik wil het acteren uitproberen. De focus meer leggen op acteren. Hoe is het je bevallen? Nou, het is me eigenlijk. Ik weet het niet. Ja, het voelde heel erg goed, maar het is altijd even afwachten wat iedereen ervan vindt. Maar het was wel heel erg. Het klopte heel erg in het moment en het klopte heel erg vanavond. En nou ja, nou hoop ik dat ik het ook nog kan reproduceren, zou ik zeggen. Het proces was fantastisch. We wisten wat we wilden, maar we hebben ook heel erg gezocht. Het is nieuw materiaal, dus je probeert ook van alles uit, ook in vorm en waar het naartoe moet. Omdat ja, ik wil dat het ook relativeert en dat er gelachen kan worden, maar dat we ook die diepte raken. Je stuk ging vandaag in première, je moest het uit handen geven. Hoe voelde dat? Alsof je kind op kamers gaat. Een beetje hetzelfde gevoel. Ja. Soms houden vaders het niet vol en die halen hun kind terug. Ga je dat nu ook doen met je stuk? Nee, absoluut niet. Nee. Als ze eenmaal uitgevlogen zijn, dan moeten ze ook op eigen benen kunnen staan. En volgens mij gaat dat heel goed bij dit stuk. Over MLab. Ja. Ik liep de zaal in en ik zag schermen. Er moet getwitterd en gefacebookt worden. Is dat het nieuwe MLab? Nee. Niet dat meer terugkijken echt op Sondheim? Happening? Nee hoor, het heeft niets te maken met een nieuwe koers, maar te maken met dat ik deze productie heel graag wilde maken. En ik ben dol op Sondheim. Dus alleen bij tv-talentenjachten en zeker ook omdat het voor 12 plus is, heb ik wel, dan kun je niet om sociale media heen en dat toevoegen aan een voorstelling. En dat is wel MLab, dat ik vind dat je dat experiment hier kan aangaan. I'm gonna be a brave soul in this. I'm gonna jump all of many chances. Nog heel veel gezongen door jou. Zeker, ja. Heel goed. Was dat voor jou een beetje de comfort zone? Zo van, oh, ik mag nou zingen, dat kan ik? Dit is mijn comfort zone, ja. En het is ook wel ook gewoon om te laten zien dat het dat mijn persoonlijke kant is. Dat is echt wie ik echt ben. En wie Emiel ook echt is, zal ik maar zeggen. En dat is gewoon. En dat staat dan in contrast met Let Me Entertain You. Dat is natuurlijk heel heftig. Maar was het ook qua energie om even weer tot rust te komen voor je tijdens Ja, het was ook absoluut om even weer tot rust te komen. Ja, zeker. Maar dit is absoluut mijn comfort zone. Tita, de regisseuse, had het over bruggen slaan. Dat we dat vaker moesten doen. Ik heb jou zelfs even een duet zien, ten beste zien geven met Jamai. Ja, dat was ook wel echt een moment waar ik echt naar uitkeek, want ik vond het zo heerlijk om met hem samen te zingen. En het was wel echt voor het eerst dat ik zo'n nummer heb gezongen. Die liedjes moesten natuurlijk ook het verhaal een beetje illustreren. Ja. Was dat allemaal jouw keus? Ja, veel wel. Ja, het zijn een van mijn favoriete liedjes. Ja. Dus je hebt ook een gloeiende hekel nu aan Let Me Entertain You. Gloeiende hekel aan Let Me Entertain You. Je hebt het wel 6 keer gezongen vandaag. Ja, 6 keer verzonnen en gezongen. En ik heb het ook heel veel keer in het land gezongen, ja. Heerlijk. Dat wil dus zeggen dat je dat gemist hebt en eindelijk daaraan toe kwam. Ja, ik ga daar helemaal voor in nu. Ik ga zangles nemen en ik wil gewoon echt de musicalwereld in nu. Wat gaf dat dan meer dan wat je tot nu toe aan acteren hebt gedaan? Nou, zingen is natuurlijk wel iets heel bijzonders, omdat het zo. Met tekst zit er vaak nog wel wat tussen. En zingen is meteen zo recht van het hart. Emiel, the real Emiel. Dat is een hele mooie. Laat hem rustig even op je inwerken. Thomas, jij was de eenduidige bad guy. Ja.
Ja, vond je het eenduidig? Ja? Heb je niet behoefte om aan het eind nog je personage een inzicht te laten krijgen? Nee, in dit geval echt niet. En dat is op het stuk niet. Ik had best wel veel weerstand hoor, tijdens het maken van... ik vond het namelijk best wel een vervelende figuur. Ja? Want het is natuurlijk ontzettend aangedikt. Henk Rijks, de schrijver, heeft natuurlijk wel behoorlijk duidelijk zo'n rol neergezet. Maar het is wel, de managerscultuur is wel een cultuur waar wij momenteel, Bas mij in deze maatschappij, heel hard tegenaan lopen. Ja. Dus ik dacht, oh god, moet ik zo'n manager spelen? Maar ik vind het nu heel leuk, juist hoe fouter hoe beter. Dus ik heb er nooit zo duidelijk alleen maar gedacht, deze fan is gewoon fout, hij wil gewoon veel geld verdienen, punt. Maar dat is heel lekker, dus dat is een bevrijding om dat te doen. Als je ooit iets nodig hebt, hè, geld of zo, moet je mij gewoon bellen, neem ik op, dag en dag, oké? Dat zegt zo'n manager, had je eigenlijk iemand in gedachten? Nee. Je mag ze zelf invullen. Misschien zijn welke prijsvraag voor mensen thuis. Van welke manager? Even wat hoe ik het stuk ervoer. Ik vond het wat cynischer dan de vrolijkheid of de komischheid die jullie me hadden beloofd. De wereld is eigenlijk slecht. Vooral de managers zijn slecht. Nou, niet alle managers zijn slecht. Het is natuurlijk een archetype van de foute manager. Ja? Dat begrijp ik. Nou, de hoofdpersoon moet het echt van zijn moeder en zijn chauffeuse hebben. De vrouwen in de wereld misschien wel. Dat absoluut. Maar uiteindelijk is hij zelf degene die zichzelf uit de put haalt en ook die beslissing neemt. Hij overtreft zichzelf door uiteindelijk te zeggen van ik pik het niet langer. En daar ook de consequenties aan verbindt. Ja. En dat doet hij heel goed en dat doet hij ook op eigen kracht. Cynisch is nooit goed, want dan ben je na een minuut naar cynische mensen kijken. Dat lijkt me niet zo interessant. Dus als je dat gezien hebt, dan vind ik dat heel spijtig om te horen. Het gaat mij meer over ironie hier en daar. Ja. En ik vind het heel, heel waarachtig, de zoektocht van deze jonge jongen. Leg mij uit, waar is de ironie en waar houdt het cynisme op? En waar begint bij jullie de ironie? In de manager bijvoorbeeld, of de maatschappij? Nou, het is heel duidelijk ook vanuit het schrijven zijn er heel duidelijk archetypes neergezet. Mm-hmm. De manager is echt een archetype. En dat geldt ook voor de moeder, en dat geldt ook voor de idool. En daarin is een mix gemaakt. En daar mag iedereen uithalen wat hij er zelf uit wil halen. Mm-hmm. En ik denk dat het een mooie mengeling is van diverse. Eigen repertoire. En dan met muzikanten het land in en dan live te brengen. Maar ik ben niet bezig met cynisme, totaal niet. Nee hoor, ik wil een goed verhaal vertellen. Ja. Het is echt als satire geschreven en dat pakt wel goed uit. Het is net als dat je in Engeland van die series hebt, de Young Ones en nu nog eens drie, dat je even wat dingetjes op de hak neemt. Mm-hmm. En dat je het uitvergroot en daardoor de humor ook daarvan laat zien. Mm-hmm. En dat je misschien ook wel een beetje aan de kaak stelt. Ja. Dat het natuurlijk ook een hartige lach is. Ja, steeds meer kinderen van rond de 10 of zo, die willen gewoon rijk en beroemd worden. Mm-hmm. En dat is het doel. En het is natuurlijk ook de laatste 10, 20 jaar ontzettend haalbaar en maakbaar. Hè. Dus je kan het gewoon, je kan de straat af, een studio inlopen en je bent binnen no time een bekende Nederlander die iets kan. Maar dat zegt nog helemaal niks. Ik bedoel, dan kom je echt in zo'n malle molen terecht. En dat is, die zin hebben we wel uit het spreken. Ik vind dat draak goed. Mee. Wij gaan jou als merk laden. Ja? Social media. Geen artiest kan meer zonder direct contact met zijn fanbase. Dus social. Als jij maar voldoende twittert en Facebookt, dan moet jij eens opletten. Daar gaan wij op sturen. Jij gaat daar als eerste heel erg groot mee worden. De interactiviteit. Ik heb het nou meegemaakt. Af en toe stelt Emiel een vraag en dan mogen we af en toe een antwoord op geven. Wat zou het stuk zijn als die functionaliteit er niet was? Dan zou het stuk helemaal hetzelfde zijn. Ja. En het publiek zou het net zo goed kunnen volgen. Het is een extraatje. Het is een extra verhaallijn die sommige dingen misschien juist wat accentueert. Op een gegeven moment is er iemand die het uitmaakt per telefoon. Mm-hmm. Daar wordt over getwitterd, terwijl het eigenlijk in de dialoog helemaal niet voorkomt. Je mist dat niet op het moment dat je dat niet ziet tijdens de voorstelling. Maar die Twitter en die Facebook feed is eigenlijk een extraatje. Ik heb ook tegen ze gezegd dat je eerst voelt als acteur weerstand. Want het wordt, het is in feite iets wat erin komt. Je hebt de wereld hier, het toneel, en er komt die wereld er nog bij. Ja. Dus het was wel een natuurlijk iets dat we even twee repetities allemaal weerstand hadden. En dachten, oh, waar zijn we mee bezig? Maar oh, wat is dit spannend. Ja.
En nu is Twitter en Facebook is in feite hun andere personages. Ze kunnen het echt gebruiken. Hè? Dus ook op het moment dat mensen zeggen van oh, stop met twitteren, valt het weg. Is het natuurlijk echt even weg en dan kan het weer terug oproepen. Dus ze zien het nu echt als een mede-acteur die in die zin ook die verhalen vertelt die in het hoofd omgaan van Emiel. En waar mensen ook weer op kunnen reageren. Is het gelukt dat de toevoeging van Facebook en Twitter? 100%. En het ontroerende zit hem voor mij wel heel erg ook in dat. Er was ook een jonger iemand die vanuit reageerde. Die dan direct reageerde. Ik ben ook gepest op de basisschool. En die laag vind ik wel iets toevoegen in deze voorstelling. Ja. Jij gaat eerst met een orkest door het land. Live ingespeeld. Jamai heeft dit ook gedaan omdat hij zijn acteurskunsten wilde exploreren. Vertel eens, jullie als kenners, hoe is het hem vergaan, Christy? Als acteur, de acteur Jamai. Nou, ik vind echt, omdat Jamai is wie die is, is dat hij zo bij zichzelf blijft en zo, dat hij gewoon alles wat hij doet een heel natuurlijke. Dat hij dat heel erg natuurlijk doet. En ik vind hem daarin ook gewoon heel eerlijk en ook een goede acteur. Hij is autodidact hè, in acteren. En hij doet dat zo intuïtief, schiet hij zo vaak direct in de juiste groef. Ja. En dan wop, dan gaat hij. Dat is heel erg mooi om te zien. Ja. En er is dan ook een hele fijne kruisbestuiving met Thomas en Christine en Jamai, die dan van elkaar weer kunnen leren. Dus ook daarin vind ik het heel erg MLAB, dat je die diverse mensen bij elkaar zet en dat ze daardoor elkaar ook weer tot de andere hoogte brengen. Je hebt ook gezegd, ik leer zoveel van de veteranenacteurs. Ja. Noem eens een voorbeeld. Wat wist je nog niet toen je Les Misérables deed? Nou, kijk, wat ik heel erg lastig vond, is om bepaalde gevoelens of je open te stellen, bepaalde gevoelens te gebruiken. En dat deed ik natuurlijk ook wel in het verleden, maar dit was zoveel meer. Ik kon zoveel meer bij kijken. En gewoon hele kleine technische dingetjes, tekstdingetjes of handelingen enzovoorts. Thomas, zou Jamai misstaan in de paardenkathedraal? Nee, maar die bestaat niet meer, dus dat kan al niet meer. Ja, nee, paardenkathedraal-like dingen. Oh jawel hoor, oh jawel. Ik ben het met Christine erg eens. Het gaat gewoon, acteren is meer dan, acteren is een bepaalde techniek bij, komt daarbij kijken. De zingen ook. Je ziet dat Jamai kan dus super goed zingen. Daar zit ik dus ook met open mond naar te kijken. En acteren is meer dan alleen maar techniek. Het is ook gewoon contact maken op een vloer. Als Jamai op het laatst, als een scène waarin hij van de manager afgaat, uit een nummer komt en dat meeneemt de scène in, dan is het een hele spannende scène. Dat is echt gewoon heel goed. Ik hoop dat met deze voorstelling dat mensen ook gewoon een hele persoonlijke kant van me zien en dat ze dat ook wel zullen respecteren.